U ziet hier, ik heb er nog 2000 van liggen. Dit zijn de grote posters. Roy Ho-Ten-Sung. Hij was al eens wethouder en burgemeester. Maar nu wil de nummer 2 van de kandidatenlijst van 50PLUS... via Van Huizen op 23 mei ook Europa veroveren tijdens de Europese verkiezingen. Nou, veroveren is een groot woord, maar ik heb graag dat ik een zetel krijg in het Europees Parlement, ja. De speerpunten zijn helder. Europa moet kritischer naar het eigen functioneren kijken. En bovendien moet Nederland gedwongen worden beter met de pensioenen om te gaan, zodat fondsen meer kunnen uitkeren. De ouderen pikken dat niet meer. Vandaag gaat hij campagne voeren in Utrecht en Enschede. Ondertussen probeert hij ook op het station nog stemmen te werven. U weet, ik sta op de lijst. Oh ja, en ik hoop, ik ben de West-Friese kandidaat en ik hoop dat u natuurlijk... Ja, ik ken uw gezicht wel. Oh, mooi zo. Mag ik u een flyertje geven? Nee, dank u. Nee, dank u. De 73-jarige Van Huizen heeft waarschijnlijk voorkeurstemmen nodig om een plekje in Brussel te bemachtigen. En dus is alleen de West-Friese achterban niet voldoende. Maar daar heeft de geboren Surinamer met Chinese ouders wat op gevonden. Speciale posters in het Chinees en in het papiaments. Ik heb recentelijk ook 50 posters naar Aruba gestuurd, Curaçao, Bonaire en nu recentelijk Sint Maarten. En zelfs in het Chinees. Maar het zou een gemiste kans zijn als ik niet in het Chinees die oudere Chinezen probeer te bereiken. Jij en die vrouw, zegt u niet wel eens van nou Roy, hou nou daar toch eens mee op? Ja, dat zegt ze wel. Maar ja, kijk, ach, ja, op de duur geeft ze toch ook toe dat ik wat moet doen. Want niets doen betekent dat het verval ook heel snel komt. En ik wil nog fit blijven, ik ben nog fit. En ik kan zeker nog jaren vooruit.